Goedemorgen. Je zit daar bij make-up laten kijken. Shop My Stash. We gaan even nieuwe producten uitproberen. Tenminste, die heb ik al geprobeerd. Maar nou, ik heb een beetje gereorganiseerd laatst. Want ik had een heleboel nieuwe dingen voor mijn verjaardag gekregen. Ik was jarig. Yay. Happy birthday to me. Ik ben 48 geworden afgelopen zaterdag. En was een hele rare ervaring. Want ja, het is iets persoonlijks. Ik, 48, dan ga je toch wel richting de 50. Hè? En ik was me ineens heel erg van bewust dat mijn moeder heeft de 48 niet gehaald, zeg maar. Dus nou ja, goed, dat maakt niet uit. Even kijken. Eerst hierachter met de foundations. Hierachter, hier. Heb ik gezien dat ik nog deze heb. En die wilde ik graag nog even bij mijn foundation zetten om te proberen. Aankomende maand. Dit is de kleur 1. Nou, ik ben benieuwd. Die gaan we dus meenemen. Dan wil ik graag hier. Ik ga deze in mijn andere hand houden. Dit zijn alle concealers. Deze heb ik nieuw. Deze C3 wil ik graag proberen. Wat is... En ik wil graag de True Skin. Want daar gebruik ik natuurlijk ook altijd de foundation van. Dus die wil ik er ook graag in. Dus dan hebben we dat alvast. Primers. Ja, ik heb een heleboel nieuwe. Ook alle nieuwe van Catrice en zo. Zullen we deze doen? De Milky Face Moisturizer en de Pore Minimizer Clean ID. Heb ik daar ook niet een hydraterende versie van? Insta Bright Serum Primer. Doen we die twee. Doe ik die terug. Zo. Dat gaat natuurlijk niet staand. Nou ja, hoop maar dat het goed komt. Wat zijn dit? Oh, dit zijn ook nog primers. Nee, dit is een concealer. Die zit verkeerd. Die moet daarin. Oké, poeders. 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 Ik heb natuurlijk altijd mijn Chanel hier staan. Ik neem deze, de My Skin Perfector. En ik wil deze twee, de Primer Luminous en de 5-in-1. Wil ik dan nog meer? Nee, ik wil niet nog meer. Oké, de blushes. Die staan nog steeds wel in dit deel van de la, maar daar heb ik ook weer wat nieuwe van bij. Deze heb ik nieuw, die wil ik graag gebruiken. Cheek Lover, let maar niet op mijn nagels, want... blush. En wat ik graag wil gebruiken is de Charlotte Tilbury. En. Ik wil wel de Butter Blush. Ja, ik kan ook wel de Chanel en zo nemen. Daar heb ik er genoeg van. Maar het is ook leuk om een keer wat anders te doen. Ik wil wel deze proberen. De Clean ID
Mineral Swirl Highlighter. Ik gebruik bijna geen highlighter, hè? Dus nou ja, goed vooruit. Dan neem ik ook de Butter Bronzer. Oh, ik vind het een hele fijne hoor, maar stinken. Ja, dat vind ik nou eenmaal. Oh, neem ik de Max Factor. Dan heb ik ook keuze in bronzers. Dit is een liquid blush van Catrice. Die heb ik ook gehad in mijn make-up pakket van Dennis voor mijn verjaardag. Hallo? Hallo? Maar die gaan we nog niet gebruiken. Twee blusjes, drie blusjes. Heb ik daar genoeg aan? Ja, dat is wel genoeg, toch? Ja. Ja. En qua oogpalet. Qua mascara wil ik deze wel proberen. De Lift Up. Ben benieuwd. Dan doe ik de rest terug. Ik ga deze proberen. De Catrice. Ja, Catrice uitgekomen. Hè? Dat is meestal rond mijn verjaardag. Dus dan is dat eigenlijk wat je het meest gebruikt. Qua nieuwe spullen. Doen we deze, de Fresh Nude. Zullen we dat doen? Jawel, hè? En zullen we dan deze? Deze was ook nieuw. Voor de variatie doen. En kiezen. Ik heb er een heleboel van. Welke heb ik ook nog? Deze cacao heb ik nog. Nou ja, ik heb er een aantal. Dat was hem, denk ik. Hebben dan alles. Ik heb een primer. Ik heb een foundation extra. Ik heb concealers. Ik heb poeders. Ik heb een highlighter. Ik heb bronzer en blush. Ik heb een mascara. Ik heb een oog, wenkbrauw bedoel ik. En ik heb, ja. Lippenstift pak ik natuurlijk altijd. Daar ben ik met mijn bril op. Van de, gewoon wanneer ik wat wil. En sprays ook. Ja, dan is dat het. Dit wordt hem voor de maand april. Denk ik. Dit is een liquid highlighter. Nou, dan doen we die er nog bij. Zo, dan hebben we keuze genoeg, denk ik. Ja. Dat was hem. Ik ben benieuwd. Ik ga even alles opruimen. Ik ga even de oude Shop My Stash eruit halen. Die zit in die bakjes daar zo. Oh, dit was de oude highlighter van vorige maand. Maar die paste er niet meer in. Dus die ga ik dan nu gewoon zo. Nou, die past hier ook niet in. Ik heb niet. Nou, zo. Ja. Dat was hem. Even kijken, wat heb ik nog meer? Ik had ook vorige maand een krulding gekocht voor mijn wimpers. Zo heet dat. Een wimperkruller van Chanel. En twee lippenstiften. En wat had ik toen nog meer gekocht? Nog iets? Nou. Ik heb laatst toevallig. Ja, dat staat helemaal nergens op natuurlijk. Heeft ook helemaal niets met dit te maken. Ik had een lipgloss van By Terry. Had ik over een Charlotte Tilbury lipstift gedaan. En die, ik moet zeggen, die By Terry is wel heel mooi. Het is een minietje. Hij zat volgens mij in de Look Fantastic box. Maar ja. Wel heel, ja, mooie lipgloss. Zo heet het. Een lipgloss. Oké. Okay. Nou, dit was hem voor de Shop My Stash.
Qua wenkbrauwgel heb ik nog steeds die van L'Oréal. Die is nog niet op, dus die blijft daar gewoon zitten. Ja, nou, dit was hem. Tot de volgende keer. Doei, fijne dag.